Ja, wat we nodig hebben is een inkomensbegrip in onze inkomensbelasting, wat onze inkomensbelasting stuurbaar maakt. Dat hebben we nu niet. En zo'n inkomensdefinitie bestaat wel. Bestaat allang. En kan geformuleerd worden als alle nieuwe koopkracht in een bepaalde periode, ongeacht de oorzaak. Dat is simpel, dat is eenvoudig, dat zouden we willen en daardoor kunnen we onze inkomstenbelasting strak maken. Nou, de nadelen die we nu zien zijn heel sterk voorbeeld in de schenk- en erfbelasting, waar we zien dat een onderneming zonder belastingheffing kan overgaan naar een volgende generatie, terwijl alle andere belastingplichtigen belast worden voor de vermogens die vererven. We zien een zelfstandige aftrek, een MKB-vrijstelling, talloze doorschuifregelingen voor ondernemers die gaan verdwijnen. Die ondernemers zullen strakker aan het lijntje gehouden worden en ook de nieuwe koopkracht die zij verworven hebben van de belastingbetaling moeten voorzien. Op de een of andere manier. Dat gaat verdwijnen. Als het aan mij ligt. En ja, dat betekent dat het wegvallen van een privilege voor de een een belastingvoordeel voor de ander is. Want u en ik betalen uiteraard voor die privileges. Is het dan een goed idee om zoiets te introduceren midden in een economische crisis? Ja, dat noemen wij in onze wereld de tirannie van de status quo. Er is nooit een goed moment om een maatregel door te voeren, of die nou afslankend of verruimend is. Er zullen namelijk altijd winnaars en verliezers zijn. En voor de verliezers is het nooit een goed moment. Heeft dat grote gevolgen als je dat in principe zou invoeren? Dat heeft grote gevolgen, omdat we daarmee de stuurloosheid, de alommaakbaarheid van onze inkomstenbelasting, waar je nu alles in kunt stoppen wat je wilt, zonder dat de burger daar adequaat controle op kan uitoefenen. Dat hij weet, wat is de norm en is dit een afwijking? Dat weten we nu niet. Met zo'n inkomensbegrip is dat strak. En is het helder voor de burger? Heb ik nieuwe koopkracht verworven of niet? Ben ik belastbaar of niet? Of komt die wetgever nu weer met een uitzonderingspositie voor een bepaalde sociale groep? Dat wil ik eruit. Dat kan helderder. Wat verder nodig is om rechtsongelijkheid uit te bannen. Economisch contraproductieve maatregelen die we nu in onze inkomstenbelastingssuccessiewet hebben zitten. Die moeten eruit. Dat kan geborgd worden door institutioneel twee maatregelen te treffen. Namelijk een machtige Raad van State die een bepaald wetsvoorstel van een veto kan voorzien als de rechtsgelijkheid te zeer geschonden wordt. En hetzelfde, een constitutioneel hof, een hoge raad, die kan zeggen, wetgever, hier bent u uit de bocht gevlogen. U schendt het gelijkheidsbeginsel hier zonder redelijke argumenten. Dit gaat verder niet door. Dus onze wetsvoorstellen moeten aan twee kanten stevig geborgd worden om te voorkomen dat we het wazige, het stuurloze wat we nu hebben kunnen vermijden.